gespannen blikken in Amersfoort afgelopen zaterdag. Al deze mensen krijgen na 65 jaar de persoonlijke bezittingen terug van hun familieleden. Die zijn omgekomen in concentratiekamp Neuengamme. Ze hopen Aalt en Jannie Snapper iets terug te krijgen van hun oom, die ook in het kamp heeft gezeten. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten. Je weet nooit wat het is. Maar het is in ieder geval heel leuk dat het weer terugkomt. Na zoveel jaren nog. De bezittingen bleken nog in een archief in Duitsland te liggen. Onderzoekers zijn maanden bezig geweest om de nabestaanden op te sporen. Bepaalde namen, er wonen wel 100 mensen in Nederland met die naam. Dus je moet gewoon heel veel mensen gaan bellen. En soms, als je een dochter had, die is weer getrouwd met een andere man, krijgt een andere naam. Zie het allemaal te vinden. Maar bij 35 families is het gelukt. En zo krijgen Aalt en Jannie Snapper de allerlaatste bezittingen van hun oom in handen. Papiertjes in zijn portemonnee vormen aanwijzingen voor wat hij in de oorlogsjaren nog heeft gedaan. Dat was ook spoorloper. Dat zou waar. Dat zou die ook wel geweest zijn. Er is ook een persoonsbewijs. Dat is een vrouw. En zijn eigen dan? Die is er niet. Ook al is het niet veel, Aalt en Jannie Snapper zijn blij met de spullen. Het is heel belangrijk voor de verwarking, zullen we maar zeggen. Ja, want het was altijd nog niet afgesloten, dus loopt me zo zeer. En dat hoofdstuk afsluiten lukt nu misschien wel.